wat een eer dat mensen met zo'n video over jou bezig zijn. Ongelooflijk. Ik denk dat ik hem nog wel even moet doorklikken. Mogelijkheden van standaard content. Ik hoorde net allerlei vragen in de zaal. En ik denk dat ik wat dat betreft echt een mooie aansluiting heb op het verhaal van Hans. Ik ga ook het stukje autorisatie even meenemen om daar... in ieder geval vanuit het product, om daar wat meer duidelijkheid in te geven. Ik ga jullie meenemen in standaard content. Wat gaan we ermee doen? Deze. Dus inderdaad, Hans, het is best heftig om jezelf zo op een groot scherm te zien. Maar voor degenen die mij niet kennen, Paul Vriesel, ben inmiddels 10 werkzame avonds toch alweer begonnen als ontwikkelaar. En vrij snel eigenlijk de stap gemaakt naar consultancy om vooral klanten te zien. Jullie allemaal te ervaren. Een aantal van jullie heb ik ook persoonlijk bij de implementatie mee mogen delen. En ben daarna weer teruggegaan naar de afdeling productontwikkeling. Om vervolgens de kennis die ik van jullie heb ervaren, om die in het product te gaan stoppen. En ik ga jullie daarin meenemen vandaag. En ik hoop in ieder geval veel helderheid te geven wat we doen, waar we naartoe gaan. En jullie te inspireren met alles wat we uitleveren. Waarom hebben we eigenlijk standaard content? Nou, ik denk dat het verhaal van Hans Rozen, ik hoop in ieder geval dat het geïnspireerd heeft. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk dat het daarmee ook wel aangeeft dat we af en toe... profit misschien wel een beetje moeilijk gemaakt hebben. Soms zitten er ook wel eens dingen te zien dat je denkt, oh wacht even, ik moet autorisatie nadenken, ik moet dit ding, ik moet profielen, ik moet insightpagina's. Ik moet best wel veel doen. Jullie moeten best wel veel doen. Dat zijn best wel wat uitdagingen. En om in één keer antwoord te geven op deze vraag is het eigenlijk, waarom eigenlijk standaard content? We willen jullie helpen. We willen jullie helpen het makkelijker te maken met alles wat we meeleveren en doen in profit. En om dat toe te lichten, deze plaat erachter. Ik ga even de vergelijking trekken. Stel maar dat je een nieuwbouwhuis hebt. En ik zit zelf in die fase. Ik ben inmiddels 10 jaar bij AFAS. Ik denk dat ik er ook nog wel eventjes zit als het goed is. Dus ik heb een huis gekocht hier, een nieuwbouwhuis. En ik ga zo meteen een traject in waarbij ik een huis op deze manier opgeleverd krijg. Dus een heel mooi huis. Vergelijk het even met profit. Er zitten allemaal hele mooie dingen in. Gelukkig een paar ramen, een paar deuren. Een mooi dak erop. Maar je moet nog wel even aan de slag. Je moet nog wel eventjes die vloer leggen. Je moet nog wel eventjes die wandjes sausen. Keuken erin, badkamer erin. Je moet alles nog even uitzoeken. En hoe mooi zou het dan zijn dat jij zo in je huis kan trekken? Wat eigenlijk precies is naar wens, naar smaak wat je hebt. Je hebt een aantal smaken, daar kies je uit en je gaat vervolgens het huis in. Dat is uiteindelijk wat wij met content voor ogen hebben. En zal het altijd ideaal op deze manier gaan? Nee, natuurlijk niet. Bij een huis heb je ook nog steeds je keuzes die je moet maken. En heb je ook wel eens te maken met het feit dat een huis laat wordt opgeleverd. Er zitten altijd strubbelingen in zo'n proces. Dat is wel ons streven. Wij willen er wel echt naartoe dat alles wat wij met profit uitleveren aan functionaliteit, om dat zo makkelijk mogelijk en plug-and-play mogelijk voor jullie neer te zetten. Zodat jullie echt het makkelijker maken om het in je organisatie neer te zetten. En om profit ook vooral breder in te zetten. En ik denk dat op het moment dat je profit breed gaat inzetten en echt veel dingen geautomatiseerd hebt. Je hebt ook de voorbeelden van Hans gezien op welke vlakken wij het soms zelfs gaan inzetten. Ik denk dat dan de kracht van profit echt naar boven komt. En dat je organisatie daar echt sterker van wordt. Dus kort, dat is wel echt de reden waarom wij standaard content uitleveren. Waarvoor kun je dan bij ons aankloppen? We hebben sinds dit jaar echt een team content. En voorheen bestond dat uit Marieke, Bouke en Wilfred. Zij waren met z'n drieën echt volle bak mee bezig. Maar inmiddels is dat team al wat groot geworden. Ik heb aan het einde van mijn presentatie een sheet waarin iedereen erop staat. Maar dat geeft al aan dat we echt volle bak op die content ook willen inzetten. We willen echt steeds meer gaan meeleveren om het echt makkelijker te maken voor jullie. En wat verstaan wij dan onder content? En nou heb ik hetzelfde gaan volgens mij, want ik mis ook een sheet. Dat is toch wel bijzonder. Maar goed, gaan we wel overeenkomen. Dus ik ga even eentje terug. In de basis, content is best breed begrip. Wat versta je daar nou onder? Nou, als we het hebben over profittermen, dan moet je denken aan weergaves, aan rapporten, aan analyses, booking layouts, signalen, get-connectoren zitten er zelfs in, berichtschablonen, allerlei dingen die wij standaard al uitleveren. Dat komt allemaal bij ons vandaan. Dus op het moment dat er... Zit er nog eentje voor? Heb ik zelf al doorgedrukt? Oké, sorry. goed. Volgens mij heb ik wel alle dingen zo'n beetje opgenoemd. Documenten, workflows, ben ik nog vergeten, die zitten daar ook onder. Dus we hebben allerlei
Allerlei soorten content in Profit zitten die allemaal vanuit ons team wordt onderhouden. Dus op het moment dat jullie de aanvullingen hebben, stuur het in. Het komt allemaal bij ons terecht. Wij pakken het graag voor je op. En wat voor ons daar de uitdaging is, altijd weer om daar de beste gemeende delen weer op te zien pakken. En dat te verwerken voor jullie allemaal uiteindelijk. Maar wij doen meer bij content. Wij zijn ook volop bezig met templates. Nou, de term hebben we net al een paar keer gehoord. Daar ga ik zo meteen nog wat dieper op in. Wat willen we nou met die templates? Wat is het doel wat we ermee hebben? Wat willen we voor jullie daarmee? Wat willen we er voor jullie mee betekenen? En ik denk wel heel belangrijk ook naar de toekomst toe, want dat krijgt wel een. Er gaan wel wat veranderingen plaatsvinden. Hoeveel klanten van jullie gebruiken er allemaal? Of hoeveel van jullie gebruiken de dashboards? Mag ik wel eens het vinger zien? Oh, daar ben ik toch wel heel blij om eigenlijk. Dat is toch wel een hele hoop. Heel goed. Tof. Tof om te zien. Ga ik ook even bij stilstaan. BI is absoluut iets, een groot ding zelfs wat wij oppakken. Zetten we ook volle bak op in om zoveel mogelijk goede dashboards uit te leveren. En daar is ook zeker de uitdaging om daar ook weer de goede gemeende deler in te vinden en om dat uit te leveren. Daar kom ik zo meteen op terug. Wij leveren ook een demo-omgeving uit. Een demo-omgeving die één op één gebaseerd is op die template, alles wat daarin zit. En ook die demo ga ik even op terugkomen, omdat ik denk dat dat ook voor jullie enorm handig kan zijn. En we hebben videotrainingen. Mag ik nog even vingers zien? Ik gok dat iedereen in de zaal, echt wel 90% een videotraining een keer gezien heeft. Kan eigenlijk niet anders. Mag ik wat vingers zien? Ja, volgens mij is echt iedereen wel. We hebben Marieke en Celesta, die zijn echt elk stukje functietijd wat wij in Profit hebben, zijn zij volle bak aan het maken om eigenlijk van alles echt een videotraining te maken. En om het zo simpel mogelijk te maken. En daar zitten we altijd een beetje in spagaat van, joh, gaan we nou een video maken die uiteindelijk bedoeld is voor directie of voor mensen om echt te inspireren wat de functionaliteit kan? Of is het echt bedoeld voor jullie? Is het echt een video waarin we echt willen laten zien hoe het werkt, wat je in Profit moet doen om het uiteindelijk binnen je organisatie voor elkaar te krijgen? En ik hoop in ieder geval dat het aansluit, want de videotrainingen zijn wel echt voor een groot deel bedoeld voor jullie allemaal. Dus als je daar nog tips en trucs over hebt, sluit even aan het einde van de dag, dan hoor ik uiteraard graag wat jullie je mening erover is. Maar ik ga in eerste instantie even kort stilstaan bij deze onderwerpen. En vervolgens ga ik wat vooruitblikken in de mooie toekomst die we toch wel gaan krijgen. Waarom hebben wij templates bij AFAS? Templates zijn ontstaan vanuit consultancy. In eerste instantie was het doel van, joh, we hebben Profit, daar zit allerlei functionaliteit in en dan krijgen we een nieuwe klant. En vervolgens is er een andere consult bij een andere klant bezig, alleen die zijn precies hetzelfde werk aan het doen. Dus wat hebben ze toen gezegd? We gaan één omgeving maken, daar gaan we hetzelfde werk wat daarin zit. Denk aan een grootboekschema, daar kun je al een groot deel in lezen, wat dagboeken, btw-codes, dat soort dingen. Die gaan we in een omgeving verankeren, waardoor dat het vertrekpunt is voor iedere klant uiteindelijk. En op basis daarvan kun je altijd je aanpassingen nog doen, maar de echte grote stap, het echte inrichtingswerk heb je al gedaan tijdens implementatie. Dat is in de basis de gedachte geweest om een template te starten. En dat heeft ervoor gezorgd dat over het algemeen iedere implementatie echt fors veel korter is. Inmiddels is de template behoorlijk rijk, gaan jullie zo meteen ook wel wat van zien. Er zit een hoop in, waardoor in ieder geval de implementatietijd een stuk korter is. Alleen goed, jullie zitten vandaag de dag, jullie werken allemaal met Profit. Dus ik denk dat er niet zo heel veel mensen nog in de implementatie zitten. Wellicht een aantal. Maar ook daar ga ik even op terugkomen. Dus het is, template wordt steeds meer product ook zometeen. Maar in de basis, wat is voor ons de reden dat wij die templates hebben neergezet? Nogmaals, enerzijds is dat die vliegende start, die staat als punt, als het derde punt. Maar misschien wel het belangrijkste is de best practice. Wij willen de gemeende deler, wat wij zien bij al onze klanten waar we komen, dat is wat wij willen neerzetten als werkwijze. Van, joh, dit is volgens mij de manier zoals je ermee aan de slag kunt. Ik ben, wat ik al zei, ik ben 6 jaar consultant geweest en ik heb best wel wat implementaties gehad. Ik denk zelfs wel meer dan 100. En het grappige is, je krijgt overal dezelfde vragen, maar je krijgt wel heel veel verschillende antwoorden. En heel veel verschillende wensen, terwijl het proces overal hetzelfde is. Iedereen wil verlof aanvragen en iedereen wil een mutatie kunnen boeken. En tuurlijk, er zijn altijd uitzonderingen, maar 90% is echt gelijk. Uiteindelijk is hetgeen wat jullie met elkaar willen en ook mensen binnen jullie organisatie, is gelijk aan dezelfde vraag bij andere klanten. En dat is precies wat wij in die template willen neerzetten. Dus we willen die best practice,
Zoals we dat noemen, willen wij verankeren in die templates. Daar zijn we dagelijks mee bezig om processen op die manier neer te zetten. En we hopen jullie daarmee ook te kunnen inspireren. Dan even door naar de template zelf, naar de rollenplaat. Deze hebben we gemaakt omdat autorisatierollen toch wel een steeds belangrijker onderwerp wordt in het geheel. Nou ja, we hebben het net uitgebreid met Hans ook gehad over autorisatie. Hoe ga je dat nou inrichten? De template is gebaseerd op rollen. Het is echt inrichting die volledig op die rollenplaat is gebaseerd. En alles in die template hangt vast aan deze rol ook. Dus ook daar hebben we ervoor gekozen om op gebruikerniveau te kunnen zeggen, jij bent van de afdeling controlling of je bent van de afdeling debiteurbeheer. En op basis daarvan hebben wij een setje rechten al voor je ingericht. Hebben wij een insight pagina's voor je aangemaakt. Workflows worden gestuurd naar de juiste personen. Dus op die manier hebben wij die template helemaal ingericht. En daar hebben we een plaat voor gemaakt. En dit is echt zo'n plaat die je een keer als placement bij je lunch moet pakken. Want dan kun je uren naar kijken. Er zitten allemaal mooie details in. Mike van der Peet heeft deze gemaakt en die wilde hem echt niet meer zien. Want die heeft er echt veel uren in gestopt. En dan was hij een keer klaar en dan zeiden van nou, ik heb nog een rolletje erbij. En dan konden we weer. Maar er zit echt van alles in. En uiteraard moet ik deze even uitlichten. Jullie als centraal punt in de organisatie. Functioneel applicatiebeheer. Ook jullie zijn opgenomen in de template als rol. En uiteraard ook in de rollenplaat. Dus deze plaat gaan jullie vaker terugzien. Ook hier ga ik verderop in mijn sheets nog even op terugkomen. Maar alles in die template is gebaseerd op die rollen. Alles zit daaraan vast. En dat ga je zo meteen ook wel weer terugzien. Ik wil met jullie heel even kort terugblikken door de tijd heen. Nogmaals, de template is ontstaan vanuit consultancy. Daarin was dus in eerste instantie het idee om echt meer te bereiken in dezelfde tijd. Maar vervolgens hebben wij gezegd, het is vanuit consultancy, is het destijds onderhouden. Alleen hebben we gezegd, van ja, die template wordt wel echt steeds belangrijker. Het wordt groter. En we willen daar meer mee bereiken. Nou, dat is het punt dat ik ook weer naar binnen ben gegaan. Bij productontwikkeling ben gaan zitten. We hebben daar die template echt wel aangepakt. En we hebben verschillende templates neergezet. Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. We hebben er ook voor gezorgd dat de template en de demo-omgeving echt één op één zijn. Wij leveren iedere maand een template uit, een nieuwe versie daarvan en een nieuwe versie van de demo. En die demo is gewoon identiek eraan. En daar zit actuele demo-data in. Daar zit van alles in om maar weer goed inspiratie te krijgen met alles wat wij uitleveren. En wat je kunt doen met de software. Want wij doen in die zin niks anders dan wat jullie aan mogelijkheden ook allemaal hebben. Nou, dan is er dus, wat ik zei, het template zit nu inmiddels 2 jaar, valt het weer bij ons onder productontwikkeling. Echt waar het ook thuis hoort in mijn ogen. En we hebben daar best wel wat gedaan. Nogmaals even terugkomend op die rollenplaat. We hebben allerlei rollen. En al die rollen, daar zitten dit soort aanvragen aan vast. Dus wij hebben ervoor gezorgd dat in de template dat wij een aanvraag OR hebben. Een OR is bij heel veel bedrijven best wel gebruikelijk dat je daar iets voor wilt regelen. Nou ja, meestal wordt daar een mailbox voor ingericht. Nou, wij hebben er een workflow voor gemaakt en een pagina waarop je netjes documenten kan terugvinden. En op het moment dat jij iemand een rol OR-lid geeft, krijgt hij netjes toegang tot die pagina, kan hij daar zijn documenten insturen, zijn notities van verslagen of van afspraken. Kun je alles vastleggen. We hebben een template voor accountancy. Dus we hebben een taak ingericht die ervoor zorgt dat er iedere maand per klant netjes een taak gegenereerd wordt om de btw-aangifte te doen of om de jaarrekening op te stellen. Dus daar hebben we allerlei taken voor ingericht die standaard al aanwezig zijn. En dat zit allemaal gekoppeld weer aan die rollen. Dus alles zit echt verweven met elkaar daarin. Dus er is best wel wat gebeurd. Er zijn best wel wat. Wij doen het allemaal via dossier en via workflow. Daar hebben we ook al genoeg over gehoord. Maar dit is echt wel waar die template op gebaseerd is. En nogmaals, we hebben daar een aantal smaken in. Die krijgen we als het goed is nu te zien. Wij hebben op dit moment 5 templates. De bouw staat hier niet tussen, maar die hebben we inmiddels ook. Dus wij maken onderscheid nu in de template voor zorg en welzijn, voor het onderwijs, voor accountancy. En eentje voor het bedrijfsleven. En de bouw is daar dus nu ook bijgekomen. Dus wij maken per template echt aparte inrichting met de processen die daar spelen. Dan ga ik even door naar BI. Ik zag net, en was ik echt, nogmaals, ik ben er echt heel blij mee. Ik zag veel vingers de lucht in gaan op het moment dat ik vroeg wie er allemaal BI gebruikt. En BI is voor ons echt wel de toekomst. Want als consultant ben ik toch ook al vaak tegengekomen dat je een proces hebt ingericht. En dat uiteraard de vraag komt, joh, ik moet er ook wat uithalen. Alles zit nu in profit en ik wil het ook op de juiste manier eruit krijgen. Dit is echt wel waarin wij volop willen inzetten. En dat geeft deze sheet ook wel aan. Dit is
dashboard over onze dashboards die we uitleveren. Hebben jullie wellicht wel een keer gezien, maar dit is de meest actuele. Wij leveren inmiddels rechtsboven in 3090 visualisaties uit. Dus 3090 grafieken, tabellen, maakt niet uit wat. Dus wij hebben echt op zo'n beetje alles wat we meeleveren aan functionaliteit, hebben wij standaard dashboards uitgeleverd. Voor jullie allemaal beschikbaar, je kan het gewoon gebruiken. Dus op het moment dat je het niet doet, zet het in ieder geval aan. Ga er naar kijken en ga kijken wat voor analyses je vandaag de dag misschien hebt. En maak gebruik van BI. Ik heb inderdaad ook even een analyse gedaan over het gebruik. We zitten op Amazon Line, dus ik kan ook wel degelijk zien hoe vaak het allemaal door jullie gebruikt wordt. Nou, we hebben dus afgelopen jaar 184.000 unieke bezoekers gehad. Dus ook dat, wij zijn daar echt wel heel blij mee. Maar ik wil wel benadrukken, als je het nog niet gebruikt, ga het alsjeblieft doen. Je zal ongetwijfeld tegen punten aanlopen. Stuur het in, we willen het echt voor je oppakken. Nogmaals, dit is voor ons van wezenlijk belang dat wij dit echt naar een nog hoger niveau krijgen. En aansluiten bij de wensen die jullie allemaal hebben. Om ook even terug te blikken vanuit BI, hoe dat gestart is. We zijn er een aantal jaar geleden mee begonnen. Samenwerking met Klik hebben we dat hier tijdens de AFS Open gepresenteerd. Toen zijn we dus inderdaad begonnen met meer dan 1000 visualisaties. Nou, we zitten nu inmiddels op ruim 3000. Dus dat geeft wel aan dat we door de tijd heen ook behoorlijk daarin investeren en op doorontwikkelen. We hebben na die release eigenlijk gezegd, bij de release hebben we echt heel veel opgeleverd in één keer. En vervolgens zijn we echt naar jullie gaan luisteren. Er zijn enorm veel wensen binnengekomen. Die wensen naar Willy, Bouke, Marieke en die hebben echt vol gezeten. Echt avonden gehad om al die wensen te realiseren en te verwerken in al die dashboards. En vervolgens hebben we een nieuwe stap gezet waarin we zeggen, nou, we willen toch echt van elke functionaliteit die wij uitleveren, moet eigenlijk het begin zijn. Op het moment dat wij gaan ontwerpen, moeten wij al voor ogen hebben wat willen we zien in een dashboard. Het is iets wat voor ons dus in 2015 ook nieuw was. Dus toen zijn we gewoon het diep ingesprongen en hebben we al die dashboards uitgeleverd. En gaandeweg komen wij ook tot nieuwe informatie, komen wij ook tot nieuwe inzichten. En wij merken nu wel heel erg op het moment dat wij een nieuw stuk functionaliteit willen bouwen, dat wij eigenlijk moeten beginnen met start with the end of mind. Dus wij moeten weten wat er in de dashboard moet komen om vervolgens tot je software daar gelijk rekening mee te houden, om tot goede inzichten te komen. Een leuk voorbeeld daarbij is, ik weet niet of er veel bouwklanten in de zaal zitten. Ja, ik zie iedereen, heel goed. Wij zijn zo goed als klaar met een dashboard voor de bouw. En die is gebaseerd op een werkbegroting. En die werkbegroting hebben wij achteraf gezien forse aanpassingen moeten doen. Omdat we nog niet rekening hadden gehouden met hetgeen wat wij in een dashboard gepresenteerd willen hebben. Dus op het moment dat wij nu zorgen dat die gegevens van tevoren, die ideeën van tevoren bekend zijn, kunnen we daar bij de ontwikkeling gelijk rekening mee houden. En kunnen we direct bij de uitlevering ook een dashboard meeleveren wat daar volledig op aansluit. Nogmaals, ik kan niet genoeg nadrukken, ga er lekker mee aan de slag. En alles wat je tegenkomt, stuur het lekker in, we pakken het echt graag voor je op. Demo data, wat ik al even zei, wij leveren iedere maand een template uit. En wij leveren daarbij ook een demo-omgeving op. Dus wij hebben, wat ik al zei, we hebben 5 templates nu. We hebben ook 5 demo-omgevingen. Die inrichting hebben we identiek. Die is echt gelijk aan elkaar, alleen de ene is gevuld met actuele data en de andere is gewoon leeg. Die dient als start voor een implementatie. Die demo-omgeving kan jullie, verwacht ik, echt wezenlijk helpen om inspiratie op te doen met processen die je wilt inrichten. Dus op het moment dat je aan de slag gaat, pak de template erbij die voor jullie van toepassing is. Er staan, wat ik al zei, er zitten een enorm aantal flows zitten daarin. Kijk hoe die zijn ingericht, hoe dat wij het hebben opgepakt. En ga daarmee lekker aan de slag. Nogmaals, we staan vandaag de dag gaan we weer nieuwe omgevingen uitleveren. Dus die staan als het goed is morgen voor jullie allemaal beschikbaar. Jullie kunnen ook vanuit je eigen omgeving gewoon kiezen voor een nieuwe omgeving. Kun je een demo-omgeving downloaden en dan staat die als het goed is de dag erop voor je klaar. Kun je gewoon op inloggen. Ga ermee lekker los. In combinatie met de pagina op de klantportal, dan ga ik nog heel even terug. Nou, dan moet ik wel echt even een stukje terug. Maar we hebben op de klantportal, en ik hoop dat jullie die kennen, hebben wij deze pagina beschikbaar, waarin wij per template precies uitleggen wat we allemaal ingericht hebben. Dus je hebt de help, daarin beschrijven we precies wat de functionaliteit allemaal kan. Maar met die functionaliteit kun je een hoop inrichten en al die inrichting hebben we hier vervolgens ingeborgd. Dus we hebben per template, kun je precies zien, dit zijn de processen die daarin zitten. En wij beschrijven daar gewoon hoe we het hebben ingericht, wat we hebben gedaan, welke autorisatierollen eraan vastzitten, wat je ermee kunt.
Dus laat je daar lekker door inspireren, ga ermee aan de bak. Ik denk dat het je zeker kan helpen op het moment dat je voor een vraagstuk staat om daarmee aan de slag te gaan. Ik zie een vraag. De demo-omgeving, ja? Als je al meerdere omgevingen hebt, dan kan je hem niet aanvragen volgens mij. Je zit wel aan de max van je licentie inderdaad. Ja. En ik heb volgens mij begrepen dat je met een kleine toeslag, dat je wel extra omgevingen tot je beschikking kan krijgen. Ik ben niet van de prijzen, ik zit bij productontwikkeling. Maar ik kan het wel echt adviseren. Ik denk echt dat het heel prettig is door gewoon een aparte demo ernaast te hebben, die steeds bij is met alle functionaliteiten, alles ingericht, om daarmee lekker aan de bak te gaan. Dus ik zou dat, mocht je interesse hebben, check het even bij je accountmanager. Sales manager moet ik zeggen. Ik hoor van Hans dat je ook tijdelijk een extra omgeving mag hebben. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Even kijken, ik ga even door, want BI had ik gehad. Demo-omgeving. Nogmaals, de kracht van demo-omgeving, altijd actuele demo-data. Ik denk dat dat gewoon wel prettig werkt, vooral met, denk aan de jaarovergang. CAO's zitten daar netjes in verwerkt, dus je hebt altijd met actuele gegevens te maken. Inrichting is altijd bij, digitaal ondertekenen, net uitgeleverd. Ik hoop dat jullie er een beetje blij van worden allemaal. Zit ook gewoon in de template in de demo-omgeving. Dus je kan het gelijk downloaden, kijk hoe het werkt en lekker aan de bak. Ja, en als je dan met zo'n demo-omgeving aan de slag gaat. Dit is echt voor ons een stokpaardje. Op het moment dat wij dingen inrichten, jongens, houd het simpel. Ik heb ook gezien, en ik kom het vandaag de dag iedere keer kom ik mezelf weer tegen. Het is heel erg makkelijk om heel veel uitzonderingen te gaan bouwen. Dat is echt het makkelijkste wat je kan doen. Mooie foto dit, Rick, trouwens. Ook als consultant heb ik bij veel klanten gezien, je krijgt voor een bepaald vraagstuk krijg je enorm veel informatie op je af. Waarschijnlijk ook van verschillende afdelingen. Van joh, we moeten één workflow hebben en we moeten dit kunnen doen en dit kunnen doen. En eigenlijk wat mijn advies zou zijn, alles wat je aan informatie tot je krijgt, van je collega's, van wie dan ook, stel alles ter discussie. Dus zorg gewoon, heb ik het echt nodig? Moet het echt in die flow? Op het moment dat je die flow simpel houdt en mensen kunnen zich aansluiten op die flow die je uitlevert, dan is het een kwestie van dat mensen zich allemaal eventjes misschien door wat bochten moeten wringen. Maar daardoor werken ze wel in een standaard workflow waar jij geen omkijken meer naar hebt. Op het moment dat jij één workflow hebt en iedereen heeft hier en daar een uitzonderingetje, dan kun jij allemaal extra signalen analyses gaan bouwen om al die uitzonderingen in de lucht te houden. Keep it simple, jongens. Dat is echt, het klinkt zo makkelijk, is het niet. Maar ik denk dat dit wel essentieel is op het moment dat je workflows en wat dan ook gaat inrichten. Nou ja, videotrainingen. Ik heb het al gezegd, wij zijn voornemend om voor iedere functionaliteit die we uitleveren ook echt kant-en-klare video's neer te zetten. Om het uiteindelijk voor jullie zo makkelijk mogelijk te maken. Nogmaals, Profit kan af en toe best wel, het kan heel erg veel. En ik denk dat ook de kracht van Profit is. Maar je moet af en toe ook gewoon veel dingen weten. En wij hopen je echt hiermee te helpen om dingen simpel te houden, om het duidelijk voor je neer te leggen. En maak daar gebruik van. Ja, en dan. Het is allemaal een leuk verhaal, denk ik, die templates. En leuk dat ik dat allemaal kan in een demo terug kan zien, maar ik moet nog steeds zelf bouwen. En ik weet dat dit een veelgestelde vraag is. Kunnen wij niet de inrichting uit de template overzetten naar de demo of naar mijn eigen omgeving? Nou ja. Dat is niet zo makkelijk. Dat is best een pittig ding. En het heeft ons behoorlijk bezig gehouden afgelopen jaar. We hebben al zitten denken, kunnen we niet een tool maken om workflows te kunnen exporteren, importeren? Ja, hoe ga je dan om met vrije velden en tabbladen wat eraan vast zit? En hoe ga je om met signalen die we misschien willen koppelen? En eigenlijk denken wij wel een oplossing te zien door eigenlijk alle inrichting die wij nu hebben. Denk aan al die workflows, een aanvraag OR, een workflow voor debiteurbeheer. We gaan er gewoon functionaliteit van bouwen. Dus we hebben binnen productmanagement afgesproken dat we alle type dossier items en workflows, alles wat we doen, ook autorisatierollen, ga ik op terugkomen. We willen het in het product gaan stoppen. En dat betekent op het moment dat we iets uitleveren, dat het bij de eerstvolgende update voor jullie allemaal beschikbaar is. En dat is best een pittige klus. Daar gaat best wel veel, dat gaat ook wel tijd innemen. Maar dat neemt niet weg dat we ervoor weg gaan lopen. Dus wij willen dit allemaal voor jullie beschikbaar gaan maken. En de echte reden dat we dat willen, ja, nogmaals, we willen het zo simpel mogelijk maken uiteindelijk voor jullie. Zodat jullie het zo makkelijk mogelijk en snel mogelijk in gebruik kunnen nemen.
Maar dat is niet het enige. Het grappige is ook, op het moment dat je nu iets gaat inrichten, dan ga je van een stuk functionaliteit gebruik maken, wat heel flexibel is, heel generiek. Alleen hier en daar, het heeft zijn grenzen. Omdat wij ook niet weten voor welke doeleinden het allemaal gebruikt wordt. Dus op het moment dat jij een workflow voor debiteurbeheer wilt gaan inrichten, dan kun je dat denk ik prima doen met de huidige functionaliteit. Maar je loopt ook wel eens tegen een paar kleine dingen aan. Dus wat wij nu gaan doen is al die type dossier items en die workflows, die gaan wij als aparte functionaliteit echt uitleveren. En dat betekent dat we in één keer de mogelijkheid krijgen om voor al die types ook echt goed na te gaan wat jullie daar echt in willen gebruiken. Dus op het moment dat wij het voorbeeld debiteurbewaking hebben, wij hebben hem zelf binnen de Avis Groep in gebruik. En dat zorgt er eigenlijk voor dat na een x-aantal dagen dat er gewoon een actie gestart wordt bij controlling. Om vervolgens een klant na te bellen of die zijn factuur wil betalen. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat die klant intussen die factuur betaald heeft? Ja, dan blijft die workflow-actie openstaan en die moet je dan toch weer afklikken. Of die moet je toch weer doorklikken. Ja, die factuur is inmiddels betaald. Nou, dat zijn van die hele kleine dingetjes. Op het moment dat wij daar echt functionaliteit voor gaan maken, dan kunnen wij dat gewoon check in profit. Joh, die factuur is betaald, zet die workflow, handel hem eraf, ga maar door. Ander, denk ik, best wel groot voordeel is dat wij, doordat het niet in de inrichting zit, maar echt in de programmatuur, is dat wij dus weten wat het is en we kunnen er dus dashboards op gaan uitleveren. Dus wij kunnen daar echt op al die data, op het moment dat jullie in plaats van een vrij type dossier uit een debiteurbewaking, gaan jullie de functionaliteit gebruiken, kunnen wij ook al die data die daarop vast liggen weer gebruiken in de dashboards om het veel specifieker te maken dan de generieke tool die we nu eigenlijk bieden. Dus we zien daar wel hele grote mogelijkheden in. En ook dit is voor ons best wel spannend. Nogmaals, we gaan al die types gaan we echt als apart project oppakken en uit gaan leveren. En wij gaan daar ook op verschillende manieren tot onze informatie komen. We hebben Avis Online, zit volgens mij CD na, maar wat we ook veel doen is gewoon jullie bellen. Dus op het moment dat je zo meteen aan het einde van de dag zegt van nou, ik heb nog wel een paar leuke ideeën. Kom naar me toe, ik hoor ze graag van je. Maar wij gaan ook gewoon klanten bellen van joh, hoe gebruiken jullie nou debiteurbewaking? Waar lopen jullie nou tegenaan? Ik heb afgelopen maand ook een paar klanten gebeld. Debiteurbewaking, doe je dat nou op factuurniveau of op debiteurniveau? En wat doe je dan op het moment dat je debiteur met meerdere facturen hebt? Hoe loop je daar, hoe ga je daar dan mee om? Dat zijn allemaal vragen die willen we heel graag weten om vervolgens de echt goede functionaliteit vooruit te leveren. Dus ik denk dat het aan alle kanten heel veel mooie mogelijkheden biedt. Wij hebben ook Avis Online, wat ik zei. 90, volgens mij 91% inmiddels zit op Avis Online. En dat betekent dat wij overal die data kunnen queryen om te kijken wat dan voor ons de beste manier is om te gebruiken. Want waarom zouden wij linksom gaan terwijl 90% van onze klanten zegt ja, maar wij gebruiken het rechtsom. Wie zijn wij dan om te zeggen dat we dat niet moeten doen? Dus dit is ook voor ons een enorme goede bron om te komen tot informatie die we graag willen hebben. Ja, en dan die rollenplaat. Nogmaals, ik zou er even op terugkomen. Nou, bij deze. Wij zijn ook voornemend om autorisatierollen in profit te gaan meeleveren. En ook dat is best een uitdaging. En ik kan daar op dit moment van zeggen dat we in een ontwerpfase zitten. Dus we zijn wel echt de mogelijkheden nu aan het oriënteren wat we er allemaal mee kunnen. Maar de visie is nog steeds wel hetzelfde. En sluit ook aan bij hetgeen wat Hans heeft verteld. Dus wij willen rollen maken voor aanvullende rechten die je binnen profit nodig hebt. Maar we willen ook een koppeling gaan maken tussen functies. Dus dat je op basis van je functie in het organigram, dat je bepaalde rechten krijgt. En daar willen we, dat is in ieder geval het idee wat we hebben. En dat willen we dus allemaal gaan uitleveren. En wat is dan het mooie op het moment dat wij rollen gaan uitleveren? Nou, die rollen zijn allemaal bekend in profit. Dus wat kun je dan met rollen? Nou, dan kun je bijvoorbeeld standaard je signalen naartoe laten sturen. Dus wij kunnen dan in één keer signalen automatisch gaan aanmaken. Ik hoorde er volgens mij over een gebruiker. Ik heb een bepaalde gebruiker die rechten heeft en daar wil ik vanaf. Dat zijn allemaal signalen die kunnen we allemaal gaan koppelen aan specifieke rollen. Waar het vandaag de dag niet kan, want die autorisatiegroepen die zitten niet standaard in profit. Die zijn bij iedere klant zijn die weer anders. Dus wij kunnen zo meteen dat signaal perfect oplossen en automatisch naar de applicatiebeheerder laten sturen. We kunnen ook workflows gaan sturen. Dus wij gaan een workflow, profitbeheer, gaan we meeleveren. Nou, die workflow die komt uiteraard bij de applicatiebeheerder uit. Die komt bij jullie uit zometeen. En die kun je gewoon gaan inzetten. Dus dit is denk ik wel echt een heftig project. Maar ik denk ook dat jullie daar allemaal heel erg blij van gaan worden. En nogmaals, we willen die content die we daarop uitleveren, willen wij echt vele malen dikker maken. Dit is een mock-up. Dus dit is niet
Dit is niet gebouwd al. Maar dit is uiteindelijk waar we naartoe willen. Op het moment dat wij, in dit geval klantenservice, in de template zit op dit moment ook een type dossier item met workflow en een rol eraan vast om klantenservice te ondersteunen. Ik vond het ook grappig, want toen ik deze sheet in mijn presentatie zette, zag ik volgens mij de dag daarna ook een LinkedIn-discussie opgestart worden over dit onderwerp. Het zit dus nu volledig in de template. Nogmaals, vandaag de dag, kijk ernaar hoe wij het hebben ingericht, ga er lekker mee los. Maar zometeen willen wij dus een functionaliteit klantenservice gaan uitleveren. En dat sluit volledig aan op de autorisatierollen die we gaan uitleveren. En we gaan er standaard een dashboard op uitleveren wat we willen gaan integreren in de pagina. Links onderin zie je gelijk een overzicht van de medewerkers van klantenservice. Doordat we al die dingen in Profit gaan stoppen, weten we ook allemaal wat het betekent. Alle data is bekend en kunnen we dit soort dingen dus ook gaan doen. En we hebben hier in ieder geval wel hoge verwachtingen van. Ik in ieder geval wel en ik hoop jullie ook. Hier gaan wij komend jaar volop inzetten. Dus dit wordt wel, denk ik, voor jullie een hele mooie toevoeging. Ja, en dan. Ook dit is wel een dingetje. En wat wij ook wel gezien hebben is dat kennis wel... wij proberen er alles aan te doen om kennis over te brengen op jullie. En dat doen we niet alleen op jullie, maar ook intern. We hebben ook wel, we organiseren enorm veel sessies om kennis over specifieke onderwerpen, om dat over te kunnen brengen. En wij zijn voornemend en daar gaan we op hele korte termijn gaan we daar al mee starten. Ik moet trouwens ook zeggen, ook dit is een mock-up. Maar wij gaan een kennisportal lanceren. En wat we hier willen doen is themagewijs. Denk aan het in dienst van een nieuwe medewerker. Of ik heb onderwerp debiteurbewaking, waar ik het zojuist over had. Of onderwerp klantenservice. Op dat soort thema's gaan wij dit soort pagina's meeleveren. En dan moet je niet alleen denken aan de help wat we vandaag de dag hebben. Je moet niet denken aan de templatebeschrijving waar wij op dit moment ook een pagina voor hebben. Maar we gaan alles bundelen. En we gaan de kennis vanuit de consultants, vanuit het veld, gaan wij ook integreren hier in deze portaal. Dus op het moment dat wij een thema zo meteen gaan uitleveren, dan zul je zien dat wij in eerste instantie een stukje visie gaan beschrijven. Van, joh, wat willen we nou eigenlijk bereiken met dit product? Waarom hebben wij dit op de markt gebracht? Waarom gaan we dit doen? Vervolgens zul je zien dat een thema uit verschillende subthema's kan bestaan. In dit geval instroom, doorstroom, uitstroom. En op die thema's kun je ook weer doorklikken. En dat zijn ook weer eigen themapagina's. Dus willen jullie echt gaan meenemen in alle kennis die wij hebben over dit product, om het jullie echt nog duidelijker te maken en nog meer te inspireren in alles wat wij uitleveren aan functionaliteiten. We willen ook een stapje verder gaan. Ik ga het ook even proberen, Hans. Hij doet het gewoon, hè? Ik kan er ook niks aan doen. Ik ga het toch proberen. We willen ook een stapje verder gaan in alles wat we dus meeleveren. Dus vandaag de dag, de help, beschrijven wij volgens mij niet puntsgewijs welke rapporten wij allemaal hebben, welke signalen wij allemaal hebben. We willen alles hier terug gaan brengen. Alles één plek waarin alle informatie over Profit, zowel kennis als echt functionaliteiten die we meeleveren en ook content dus, alles komt hier zo meteen terug. Ook productvideo's, je ziet talentmanagement hier het filmpje staan. We willen hier alles terug laten komen. Als we dan doorgaan naar instroom, nieuwe medewerker, dan zie je dat we een soortgelijke pagina weer hebben opgebouwd. Alleen dit proces bestaat, als je in het midden kijkt, ook weer uit een aantal subonderdelen. Op het moment dat je medewerkers in dienst krijgt, dan leveren wij standaard een werken bij site mee die je kunt gaan gebruiken. We hebben ook een kennisportal voor nieuwe medewerkers, zodat nieuwe medewerkers een goede instructiepagina hebben hoe ze hun eerste weken doorkomen. Uitlevering bedrijfseigendom, iets waar iedereen mee te maken heeft op het moment dat er nieuwe medewerkers komen die een telefoon nodig heeft. Daar hebben wij standaard op dit moment allemaal standaard inrichting in voor in de templates. Maar al die inrichting nogmaals willen we het product in stoppen. En dit is de plek waarin je precies gaat terugvinden hoe je uiteindelijk alles kunt gaan gebruiken en hoe wij het uitleveren. En misschien nog wel het mooiste in het geheel is, en dan ga ik even door. Ik moet even eentje terug. Excuus. Laat ik eerst even de vraag stellen. Hoeveel van jullie hebben recent een implementatie gehad? Oké, ik zie een paar handen omhoog gaan. Niet heel veel. Alleen de tool die wij gebruiken binnen consultancy om implementaties goed te kunnen borgen, leveren wij ook echt op wat we uitleveren. Dat doen we via Simple. Dat doen we via de klantportal, via Project Self Service. En ook dat hele stuk, er staan nu een hele
takenlijst aan activiteiten die jullie bij de implementatie samen met de consultant altijd gewoon kunnen afvinken en de uitzonderingen kunnen benoemen waar eventueel de uitdagingen liggen. Ook dat hele stuk gaan we hier naartoe trekken. Het voordeel is dat op het moment dat je dus geen project hebt en geen implementatie hebt, waar jullie zo meteen tegenaan lopen, dat ook alle tips en trucs voor die implementatie, dat ook allemaal hier geborgd wordt. Dus op het moment dat jij een organigram wilt gaan inrichten, ja, dan zit daar misschien wel even een bepaalde denkwijze achter. Nou ja, Hans heeft het vanochtend zijn denkwijze toegelicht. Dat zijn allemaal van die tips die wij vanuit consultant krijgen, die we vanuit jullie allemaal krijgen, die gaan wij daar op één plek ook weer samenbrengen. Dus nogmaals, we gaan niet alleen vertellen wat we doen, waarom we het hebben uitgeleverd, maar ook ervaringen die we hebben gaan we allemaal delen op één plek. Om te zorgen dat de kennis bij jullie in ieder geval terechtkomt. Dat is ons doel echt en dat het vooral voor jullie makkelijker wordt. En ik denk dat ik ga afsluiten. Volgens mij komt mijn laatste sheet eraan. Deze heb ik toegelicht. Ja, nogmaals, wij willen er echt naartoe dat we functionaliteit die we gaan uitleveren, wij willen echt die strikter om kunnen doen. Dus wij willen aparte type dossier items echt als functionaliteit gaan opleveren. Samen met een themapagina op die klantportal. Om echt volledig te kunnen neerzetten. Dit is wat we bedoelen. Dit kun je met die software bereiken. En ga er lekker mee aan de bak. Ik wil jullie danken voor de tijd. En ik sta hier wel namens mijn team waar ik onwijs trots op ben. Dankjewel.